Hallo, welkom terug bij deel 2 van Name That Tune met als thema de top 2000 liedjes. We gaan verder. Dit was Under the Bridge van Red Hot Chili Peppers. Goed. De volgende. Stuck in the Middle with You, dat was het nummer wat we zochten, wat ik zocht, wat ik speelde, moet ik zeggen. Nou, de volgende, dat is echt ja, bijna legendarisch wereldberoemd door alleen al de gitaarintro. Dus ik denk dat jullie hem meteen herkenden. Ik speel hem een beetje verder. Dat was natuurlijk Dust in the Wind van Kansas. Nou, de volgende. Ik zei het in het vorige deel al. Het leuke van deze quiz is, en dat doet de muziek, is gewoon een tijdreis. Je gaat van de ene jaartal naar het andere. Dit is weer een stukje moderner dan Dust in the Wind dat ik net speelde. Ik ben benieuwd of ik alleen, als ik alleen maar dit speel, of jullie hem al herkend hadden. Daarna ga ik hem eventjes wat verder spelen. Daar komt hij. Ik ga het jullie zeggen. Rolling in the Deep van Adele. Zo, eens even verder. Weer een hele andere stijl, een andere zangeres. Oh, nou heb ik het al een beetje verklapt. Luister maar. Verklapt dat het een zangeres was. Norah Jones met Don't Know Why. De volgende. Een echte gouden ouwe. Een klassieker. Ook alleen het allereerste akkoordje kunnen spelen. Ik denk dat jullie hem al hadden herkend, want het gaat echt om die.
Dat was House of the Rising Sun. Ik moest zelf even kijken, waar was ik nou gebleven? Nou, en ik maak het jullie eventjes een beetje makkelijker door bij het volgende nummer al aan te geven dat het zo'n beetje ook in dezelfde tijd, denk ik, van House of the Rising Sun. Ietsjes later misschien, maar voor de oude rockers onder ons, laat maar zeggen. Dus ik verwacht dat jullie hem allemaal hebben herkend. Maar zoals gezegd, iets herkennen en dan toch ook de titel erbij kunnen zeggen, dat is, kan nog ver uit elkaar liggen. Dit was, en als je de titel dan hoort, dan denk je van, ach, oh ja, natuurlijk. Dit was Streets of London. Nou, we gaan verder. Even kijken, het volgende nummer. Ja. Even opnieuw. Het is een beetje lastig om te spelen. Ik maakte een klein foutje. Tweede kans. Mislukt. Opnieuw. Die ging beter. Ach ja, dat krijg je als je het opneemt. Ja, dan zit het erin. En om de video daar nou helemaal voor te stoppen, vind ik ook weer zo wat. Nog één keer. Voor de kenners onder ons, jullie zijn allemaal kenners, maar voor de liefhebbers van deze muziek, Simon & Garfunkel, The Boxer. Nou, we gaan weer eventjes verder natuurlijk. Want ik denk dat hij al dan al meteen herkenbaar is. Dit was, althans, dit moest voorstellen, want daar gaat het natuurlijk om. Another Brick in the Wall van Pink Floyd. We gaan naar het volgende nummer. Ja, dat is weer zo'n nummer. Ja, je moet hem toevallig kennen. Wil je dit kunnen herkennen? Geldt voor alles. Maar dit is een zanger die misschien niet iedereen, bij iedereen bekend is. Leonard Cohen, Suzanne. Herman van Veen heeft er ook een mooie Nederlandstalige versie van gemaakt. Dus misschien kennen jullie hem daar wel van.
gaan verder. Ja, deze vind ik ook zo authentiek qua begintune. Verder speel ik hem niet. Hij moet te herkennen zijn. Als je het lied kent. Doorgespeeld. Welk lied is dat ook alweer? Ik ga het vertellen. Private Investigation van Dire Straits. Geweldig nummer. Net zoals de volgende. Nou, door alleen maar het beginakkoord te spelen zal het lastig zijn. Ik ga dus verder. Eigenlijk moet ik erbij neurien, anders herkennen jullie het niet. Van deze muziek. Dit was If van Brad. Omdat nu het nummer en de titel van het nummer al meteen gezongen wordt door Michael Jackson, een hele oude van hem toen het echt nog een klein knulletje was, Ben. Nou, de volgende, daar komt hij. Dat maakt deze intro. Dit was Hello, Hello, is it me you're looking for? Nou, we gaan verder. Ik doe er nog een paar, want nogmaals, anders wordt de video te lang en dan kunnen jullie het op je eigen tijd en op je eigen gemak in verschillende delen spelen. Wat ik nu ga spelen is alleen maar een baslijn neerwaarts en dan herken je hem al, denk ik. Sinatra. These boots are made for walking. Nou, we gaan verder. Even opnieuw, want ik vergat een vinger bij het akkoord en dan wordt het een heel ander akkoord en herkennen jullie het nummer niet. Daar komt hij. Nog een keer.
Ik denk dat die ook vrij makkelijk is. Ook een stukje Nederlands trots. Venus. Van Shocking Blue. Nou mensen, dit was het tweede deel van het Top 2000 Raad het Plaatje muziekquiz. Hopelijk tot ziens bij deel 3. Dag!